Een avond als vanavond is belangrijk om aan te geven dat studies en topsport combineren, dat dat zeker mogelijk is. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we willen aantonen dat er mogelijkheden zijn en daardoor er ook experts komen die daarover komen praten. De kans dat iemand profvoetballer wordt is heel klein, is een realiteit. Ik spreek tegen mijn eigen winkel als makelaar. Maar het is gewoon zo, en de kans dat je binnen bent in de voetbal is gewoon zeer, zeer klein. Dus dat was eigenlijk toch een serieuze bedenking in het begin, om dat te geven. Dan denk ik dat vandaag ook interessant is over voeding bijvoorbeeld. Want ja, alle beetjes helpen, maar voeding is niet zomaar een detail, het is superbelangrijk. Dat de jongens die toch wel een topsport doen, ja, die veel inspanningen leveren, dat die de juiste voeding hebben en goed weten wat dat ze moeten gaan innemen. Zodat ze zowel goed kunnen studeren als goed kunnen voetballen natuurlijk. Of sport in het algemeen, het gaat niet alleen over voetbal, het gaat over sport. Zeker de kanalen van Quadrans volgen, want daar gaat op bekendgemaakt worden wat het dan gaat volgen in de toekomst.